Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we som 42 als uitleg van het onderdeeltje transportproblemen. Dus laten we maar snel gaan kijken naar de som. Er staat, een groothandel in meubels heeft magazijnen in Breda en Eindhoven. In Breda heeft de groothandel 40 bankstellen op voorraad en in Eindhoven zijn dat er 45. Er komt een bestelling van 30 bankstellen binnen uit Tilburg en een bestelling van 25 bankstellen uit Den Bosch. De vervoerskosten zijn €1 per bankstel, die staan in de tabel. We gaan het allemaal zo in een tekeningetje zetten. En dan zeggen ze, neem het schema van hiernaast over, vul de open plaatsen in. Nou, het transportprobleem gaat dus over van je hebt ergens dingen en die moeten ergens anders naartoe. En dan moeten ze worden getransporteerd. Daarom heet het een transportprobleem. En ze moeten naar Tilburg en Den Bosch. En ik geef Den Bosch gewoon even aan met een D. Dat is minder schrijfwerk. En er zijn twee plaatsen waar ze vandaan kunnen komen. Er zijn namelijk bankstellen in Breda en Eindhoven. Dus, nou, hoeveel bankstellen heb ik in Breda? 40. Hoeveel bankstellen heb ik in Eindhoven? 45. Dat is leuk. En nou, ik wil 30 bankstellen in Tilburg. Ik wil 25 bankstellen in Den Bosch. Dat betekent dat er dus ook bankstellen overblijven hier. Hè? Want in totaal moet ik 55 bankstellen hebben, terwijl ik 85 bankstellen op voorraad heb. Dus er blijft hier en daar wat over, maar dat is niet erg. Dan beginnen ze met die variabelen, hè? Want dan moeten bankstellen vandaan naar daar, vandaan naar daar. Heel veel variabelen, een beetje eng. Nou, valt wel mee. Kijk, als we zeggen dat er x bankstellen van Breda naar Tilburg gaan en ik wil er 30 in Tilburg, hoeveel gaan er dan van Eindhoven naar Tilburg? Nou. Stel dat ik één bankstel doe van Breda naar Tilburg, hoeveel moeten er hier? Ik wil er in totaal 30. Ik doe er eentje vanaf hier. Dus dan komen er hoeveel vanaf daar? Iemand? 29. Oké. Als ik er 10 doe hier, moeten er hier 20. Daar is een formule voor. Als ik er hier x doe, moet ik er hier 30 min x doen. Ja? En je kan die formule bedenken door gewoon te kijken wat er gebeurt voor een paar getallen. Te bedenken van, oh, maar hoe bereken ik dit dan eigenlijk? En dan zeg je, oh, het is eigenlijk gewoon 30 min hoeveel het daar is. Oké. Nou, ik ga x bankstellen van Breda naar Tilburg doen. Ik ga y bankstellen van Breda naar Den Bosch doen. En hoeveel moeten we dan van Eindhoven naar Den Bosch? Nou, de rest. Dus 25 min y. Dus het leek erop dat we 4 variabelen hadden. Die en die. Maar deze is gewoon 30 min x en deze is 25 min y. Omdat deze twee getallen vast liggen. Ja? Dus het is allemaal niet zo'n ramp. Wat zijn dan de beperkende voorwaarden? Nou, x moet groter dan of gelijk zijn aan 0. Y moet groter dan of gelijk zijn aan 0. 30 min x, dat is hoeveel bankstellen er hier gaan. Dat moet natuurlijk ook groter dan of gelijk zijn aan 0. Je kan niet een negatief aantal bankstellen hier sturen. En 25 min y moet ook groter dan of gelijk zijn aan 0. Maar er is nog een beperkende voorwaarde. X en y samen mag niet groter zijn dan 40. Want je hebt hier maar 40 bankstellen. Dus je gaat zeggen, oh, x plus y moet kleiner dan of gelijk zijn aan 40. Anders lukt het me hier niet met die bankstellen. En hier heb je ook zoiets. Die plus die moet kleiner dan of gelijk zijn aan 45. En dat ziet er een beetje eng uit, want dat is een lange formule. Dus dan krijg je 30 min x plus 25 min y. En dat moet dan kleiner dan of gelijk zijn aan 45. Nou, die wil ik even iets anders opschrijven. Dus als ik nou, die haakjes doen eigenlijk niks, hè? Die heb ik voor niks opgeschreven. Als ik nou eventjes de losse getallen naar de andere kant breng, de 30 en de 25, dan krijg ik hier min x min y is kleiner dan of gelijk aan 45 min 30 min 25. Maar 25 min 30 min 5, sorry, 45 min 30 min 25 is volgens mij gewoon min 10. Dus dan staat er min x min y is kleiner dan of gelijk aan min 10. En dat kan je ook schrijven als x plus y. Opmerking? Zeg het maar. Er is geen opmerking. Sorry? Er is geen opmerking. Oh, oké. Dat is ook goed. Ik dacht dat er een opmerking was. Dan moet x plus y dus groter zijn dan 10.
Hoezo, meneer? Nou, we hadden ooit geleerd in de onderbouw dat als je had bijvoorbeeld min 1 is kleiner dan 10, dan kan je dat met min 1 vermenigvuldigen. En dan staat er 1 en hier min 10. Maar dan moet dit teken omklappen. Als je alles met min vermenigvuldigt, klapt het teken om. Weet je nog? Nou, misschien weet je dat nog, anders is het gewoon een regel. Oké, okay, dus 6 beperkende voorwaarden. Ja, laten we dat gaan tekenen. Nou, we hebben hier in ieder geval een 25 en een 30. Een mooi plaatje maken met stapjes van, ja, stapjes van 5 maar. Even kijken, dus dan wordt het een niet al te groot plaatje, maar dat is niet erg. Dus we hebben hier de x-as, de y-as. X was groter dan 0 en... deze moeten we misschien ook nog even op een andere manier schrijven. 30 min x groter dan 0 betekent 30 is groter dan x. Je hebt x naar de andere kant gebracht. Als 30 groter is dan x, betekent dat dat x kleiner moet zijn dan 30. Dus dit is 30. Ik heb stapjes van 5 genomen. Dus die x die moet groter zijn dan 0 en kleiner dan 30. Oké. Okay. Nou, voor de y heb je ook zoiets. Y moet groter zijn dan 0. En y moet kleiner zijn dan 25. Dat kan je zien aan het feit dat als je de min y naar de andere kant brengt, krijg je y. Dus hier heb je dus 5, 10, 15, 20, 25. Hier hebben we deze. Oké, dan hebben we nog x plus y is groter dan of gelijk aan 10. Oké, als x is 0 dan is y 10. En als y is 0 dan is x 10. Dus dat is gewoon deze lijn. En als je hier 0 invult, dan staat er 0 is groter dan 10. Is dat waar? Is 0 groter dan 10? Nee, dat betekent dat de oorsprong niet aan de goede kant ligt van deze lijn. En dat dit de goede kant is van deze lijn. En die x plus y is kleiner dan 40. Nou, die kunnen we ook gewoon tekenen zonder gedoe. Hier hebben we 40. Hier hebben we 30. Hier hebben we ook 40. En als ik hier 0 invul, de oorsprong, staat er 0 is kleiner dan 40. Is dat waar? Ja, de oorsprong ligt aan de goede kant. Dus het toegestane gebied, zal ik eventjes een beetje inkleuren, is dit. Nou, en hier is de hoekpuntmethode best wel makkelijk, want alle hoekpunten hier zijn vrij eenvoudig te berekenen. Laten we ze eventjes een naam geven, laten we ze even gaan berekenen. Je hoeft geen stelsels op te lossen ofzo. Deze noemen we A. Dan gaan we gewoon het rondje af. Dit is B, C, D, E en F. En nou, A zit bij 10,0. Hè, want dat was gewoon dat was het snijpunt van deze lijn met de x-as. B zit bij 30,0. Dat was gewoon deze beperkende voorwaarde. Die C moeten we even over nadenken. Dat is x is 30 met deze lijn. Maar als x 30 is bij deze lijn, wat is y dan? 10. Dus bij c is y gelijk aan 10 en x gelijk aan 30. Oké, okay. Nou bij d is het samen ook nog steeds 40, maar daar is y gelijk aan 25. En 25 en iets is samen 40, betekent dat dat iets 15 moet zijn. Dus d zit bij x is 15 en y is 25. Dan heb je die e, dat is gewoon, die hoort bij deze, bij de 25 is groter dan i, 0,25. En die f tenslotte, dat is 0,10. Oké, valt allemaal wel mee. Maar wat is eigenlijk de doelfunctie? Nou, die transportkosten die verschillen wat je doet. De transportkosten van Breda naar Tilburg, die zijn namelijk 25. Het even is in het geel. De transportkosten van Breda naar Den Bosch zijn 35. En de transportkosten van Eindhoven naar Tilburg zijn 15. Het is kennelijk gewoon goedkoper om naar Tilburg te doen of zo. En van Eindhoven naar Den Bosch is het 30. Oké, dan gaan we de doelfunctie maken. De kosten. Nou, de kosten is gewoon het aantal bankstellen keer de prijs. Dus ik heb x bankstellen, dat kost 25 euro per bankstel. Dus dat is 25x. Hier ook, ik heb y bankstellen, dat kost 35 euro om ze per bankstel te verplaatsen. Dus dat is 35y. En nu wordt het vervelend. Nu, dit aantal bankstellen is 30 min x. Dat moet je vermenigvuldigen met 15. Dus dan krijg je 15 keer 30 min x. Haakjes, ieuw. En hier aan de onderkant krijg je dat ook, van Eindhoven naar Den Bosch. Kost 30 euro per bankstel en ik heb
25 min i bankstellen. En dan moet je die haakjes gaan uitwerken. Ja, of je moet het laten staan en dan moet je steeds die x en die y invullen. Maar het is beter, denk ik, om het eerst gewoon even uit te rekenen. Dus dan krijg je 25x plus 35y. Krijg je hier 15 keer 30, dat is 450. Min 15x. Oké. Okay. Plus 30 keer 25, dat is 750. Min 30y. Nou heb je dus hier 25x min 15x. En je hebt 35i min 30i. Dus dat kunnen we samen nemen. 25x min 15x is 10x. 35i min 30i is plus 5i. Dan heb je ook nog die losse getallen die er niet toe doen eigenlijk voor het minimum. Tenminste, als je de minimale transportkosten wel wil weten, is het belangrijk. Maar als je alleen maar wil weten in welk punt het minimum is, is het niet belangrijk. Maar we rekenen het maar gewoon uit. 450 plus 750, dat is 1200. Dus plus 1200. Oké. En nou moeten we dus die kostenfunctie gaan berekenen voor al deze punten. Dus. Nou, even kijken. Als x is 10 is dit 100. Dus dan zijn de kosten hier 1300. Want y was 0. Hier, als x is 30, dan krijg je dus de 300. Plus die 1200 is 1500. Bij c moet je ook 30 keer die 10 doen. Dat is 300. Plus 50, 5 keer 10. Dus dat is 1550. Oké. Okay. En dan heb je hier, ik doe eerst deze wel. 25 keer die i, 5 keer 25 is 125. Dus dat is 1400. 1325. Oké. Okay. En dan heb je die 1325. En dan komt hier nog 15 keer 10 bij. Dus dan is het 1475. Zo, je mag het ook gewoon met de rekenmachine doen. Dan is de kans dat je het fout doet misschien kleiner. En laatste, x is 0, y is 10. Dus gewoon 50 is 1250. Oké, okay, welk getalletje is het laagst? Deze. Toch? Dus dan zeg je minimale transportkosten. Dus bij de minimale transportkosten. Bij de minimale transportkosten. Ah, meneer Scheffer. Zeg dit maar. Maria. Maria, die is niet. Oh, jammer. Die heeft een afspraak, die komt het derde uur. Ik heb het in het systeem gezet. Ik weet verder niet hoe het zit. Abdoen. Die is er wel. Jalla. Oké. Ik ga even in het blauw neerzetten wat het eigenlijk betekent. Hè. X is 0. Dus dit is 0. I is 10, dan is dit 30 en dan is dit 15. Dus ik moet 0 bankstellen van Breda naar Tilburg doen. Ik moet 10 bankstellen van Breda naar Den Bosch doen. Ik moet 30 bankstellen van Eindhoven naar Tilburg doen en 15 bankstellen van Eindhoven naar Den Bosch. En de minimale kosten zijn dan €1250. Mooi hè? Nou, deze aanpak. Die moet je eigenlijk de hele tijd doen bij deze sommen. Er is ook nog een som waarbij je 3 variabelen nodig lijkt te hebben. Dus dat is op zich ook wel leuk. Dus we gaan later vandaag nog 1 of 2 andere sommetjes bespreken. Maar ik wil jullie eerst de gelegenheid geven om zelf eventjes ermee te kloten. Dus heeft iemand nog hier vragen of opmerkingen over? Ja. Waar komen jullie blauwe cijfers? Oké. Okay. Ik had besloten dat hier bij punt F de kosten het laagst waren. En in punt F geldt dat x is 0 en y is 10. Dus ik heb bij de x heb ik 0 geschreven en bij de y 10. En toen ben ik die andere gaan uitrekenen. 30 min x, dat is dan 30. En 25 min y, omdat y 10 is, is 15. Ja? Goeie vraag. Nog andere vragen? Dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maak je huil.
huiswerk. Hij kan zien als je het overschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Minder snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Minder snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel, valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel, ga zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het overschrijft. Thank you.